Hoi, hier is Ser weer met een nieuwe uitzending op Velfras Auto Live. De ene laatste opname die ik heb vertoond ging over de Bugout Bag. En bij nader inzien denk ik dat er nog iets over toe te lichten valt. Maar dan met name, wat zijn nou de 15 essentiële dingen? Zoek je op Bugout Bag of B.O.B. op Google, dan krijg je echt zoveel hits. Zoals je ziet. Dat er eigenlijk al genoeg over gezegd is. Goed, ik ben een Nederlandse vlogger en in Nederlands is er toch wat minder over te vinden. Ik laat mij natuurlijk inspireren door Amerikaanse en andere Europese vloggers die hele goede dingen zeggen. Dus wat ik zeg is niet nieuw, ook niet volledig en ook weer niet voor iedereen hetzelfde. Maar die 15 essentiële dingen die zijn volgens mij toch wel inderdaad ook echt essentieel. En ik pak er 15, ik had er ook 20 kunnen pakken of 10. Maar goed, ik ga het op deze manier doen. Dat betekent dat deze vlog voor het eerst hier en daar wat Engelse toevoegingen zal hebben of wat ondertiteling. De reden is dat ik laatst tijd best veel mails heb gekregen van Amerikanen, Oostenrijkers, Nooren en Rus. Een paar Italianen. Dus ik heb zoiets van, nou, ik ga het toch af en toe in het Engels erbij doen. Nou is mijn Engels niet zo goed als ik het zou willen, maar misschien verstaanbaar genoeg. Dit is in het Nederlands. Je zult zien op mijn kanaal dat dezelfde video gewoon ernaast staat. En die heeft een Engelstalige intro. Kijken wel of dat werkt, of dat leuk is. Nou, de Bugout Bag, nog één keer toch even kort samengevat voordat ik alles laat zien. Is wat mij betreft niet iets specifieks voor 48 uur of 72 uur. Want waar men volgens mij helemaal niet zo vaak bij stilstaat, het maakt nogal verschil. Of die ramp bijvoorbeeld zondagnacht ontstaat. En we tellen 48 uur bij. Of je staat in de spits op de vrijdagmiddag. En we gaan dan die 48 uur tellen. Met een drukke zaterdag in de winkels voor de boeg. Dus die 48 of 72 uur vind ik eigenlijk een beetje een schatting. Laat ik het daarop houden. Bovendien ga ik er niet van uit dat in de eerste 48 of 72 uur er helemaal niets meer te krijgen is. Dat is gewoon niet waar. Het is voldoende om je heen. Of het nou om brandstof gaat of om water of het gaat om voedsel. Of benzine, het zal niet zo vaart lopen. Daar zullen de Amerikanen het voor een deel mee oneens zijn. Nou, het mag. Het is ook een andere cultuur, een andere mentaliteit. Dat is overigens ook een van de redenen waarom ik dat ga doen. Omdat Europees preppen is voor Amerikanen best interessant. Zij zien op tv dat er hier in Europa best wel veel aan de hand is. Dat leeft ook daar, is ze niet ontgaan. Ik tracht ook uit te leggen in Engels dan dat het hier natuurlijk een heel andere wereld is. Andere cultuur ook. Wij kennen niet wapenbezit. Wij kennen ook niet de invloed van media die daar bestaat uit echt duizenden tv-zenders. Die zijn we denk ik wat weer nuchter. En nou ja, ik zou zeggen, kijk gewoon verder. Het wordt een kortere video dan normaal. Omdat het anders weer zo'n hele lange zit wordt. Dat is niet altijd leuk. Dus vandaar ga ik zo verder. Oké, de Bugout Bag. In dit geval een 45 liter tas met Molly System. Waardoor er allerlei tasjes bij kunnen. Kosten online heel weinig. In eerdere reviews al iets over verteld. En dit is dan de tas waarvan ik denk dat die voor mij voor pak een beetje 2 dagen voldoende zal zijn. Maar ik had beloofd de 15 essentiële dingen te laten zien. Dus die laat ik zien. En tussendoor, er zit wat meer in de tas. Zie je snel nog wat dingen die ik dan bij heb en dus dan minder essentieel zijn. De essentiële dingen krijgen ook een nummer in beeld, dus dan weet je precies waar ik het over heb. Jack, je gaat natuurlijk niet naakt naar buiten. Dit is een outdoor jack als deze, die bevalt me echt ontzettend goed. Dit is een windstopper, waterdicht, geïsoleerd. Je doet een capuchon op, die kun je aanpassen, dicht doen. Dan zitten hier nog wat zakken op de mouwen. Ik heb voor de zekerheid hier een patch gekocht met mijn bloedgroep erop. Je kunt daar ook een rood kruis op zetten of allerlei logo's of wat te koop. 2 zakken zijn groot. Daar zit ook nog een noodfluit gelijk aan vast. En aan de andere kant zit een vak ook voor je telefoon met een draad. Koptelefoon. En zoals ik al eerder zei, als je een FM radio hebt in je telefoon, dan werkt die niet zonder de koptelefoon. Je moet erbij. Achterop. Moet ik te zien misschien. Er zitten ook zakken hier aan de achterzijde. Dan kun je handen warmen. Maar het is ook handig als je daar wapens of andere dingen hebt.
waarvan je niet gelijk wil dat iedereen ze ziet. Wat ik ook wil toevoegen is dat ik niet zo fan ben van die complete regenjacks. Ik vind ze toch uiteindelijk erg zweten. Dus ik heb liever een poncho. Die komt dadelijk. En ik zou zeggen, zo'n jack, echt ideaal. Zorg ook dat de machetten kunnen afsluiten, want dat is met regen wel vervelend. Als daar te veel elastiek in zit of een zuigende rand, dan gaat alles omhoog via je mouw. En ja, ik kies dan voor zwart. Je kunt ook kiezen voor gewoon een ander leuk kleurtje. Dus jas. Nummer 3, een mes. Ik heb het liefst een fulltang mes. Dat betekent dat het, blad doorloopt in het handvat. En dan een dikte van 4 tot 5 mm is het handigst. Dan kun je hout kloven. Dat is wel handig als je vuur wil. Hoe duurder hoe beter gaat bij messen helaas meestal op. Maar je kunt er echt rond de 50 euro een heel goed mes kopen. Geen enkel probleem. Ja, en of dat nou dus dat ene mes is of het ander. In nood ben je al blij met een aardappelschilmesje. Het gaat er in ieder geval om dat een mes toch wel echt essentieel is. De EHBO-tas. Heel belangrijk. Voor jezelf, voor anderen. Doe hem zo vol mogelijk. Van alles erin. Hier heb ik ook al uitgebreid reviews over gemaakt. Bespaar er niet op. Het is natuurlijk zeker bij een hele grote ramp het eerste waar mensen naar grijpen bij winkels. Dan is alles zo uitverkocht. Zorg dat je dus ook thuis gewoon voldoende van het spul hebt liggen of in je auto. Ik kan het maar niet genoeg benadrukken. Nou, oké. We maken de tas open. Dat gaat met een klap, want dit is een ritstas. Een essentieel iets. De slaapzak. Nou is dit natuurlijk niet mijn beste. Maar het houdt me warm genoeg. En het is de tip van bijna elke prepper. Je kunt echt niet slapen zonder enige bedekking. Dat is haast niet te doen. Voor deze tas is dit de kleinste die ik gebruik. Beter dit dan niks. Ja, verrassend misschien. De shemaak. De sjaal waar je alles mee kunt. Als Nutella gebruiken. Als waterfilter. Als wateropvanger. Als sjaal. Als muts. Als kleedje. Je kunt hem als extra isolatie gebruiken. Het is echt handig. Theedoek voor mijn part. Handdoek. Maar neem ze iets mee. En waarom deze? Het zijn vrij grote, lichte, sterke katoenen dingen. Je kunt die haast niet zonder. Ook essentieel is eten. Water uiteraard. Komt zo. Maar je krijgt toch wel honger natuurlijk al vrij snel. Ik neem vaak iets met noten mee. Voedzaam. Veel eiwit. Gedroogd vlees voor zout. En koop ook bij buitensportwinkels van deze speciale koekjes. Daar zitten dus echt gewoon toch wel heel wat calorieën in. Dat zit zo rond de 500 calorieën per pakje. En ik heb nog energietabletten en nog wat dingetjes bij me. En natuurlijk een warme maaltijd. Dit soort droogmaaltijden zijn echt goed te eten. Je doet er wat heet water in. Je gooit het gewoon bovenin die zak. Je roert dat door. En in combinatie daarmee red je het wel een tijdje. Ja, dan de poncho. Een poncho als deze is ruim genoeg. Die kan gewoon over je hele lichaam en de rugzak heen. Ik vond het wel grappig. Deze kwam ik tegen bij de Action voor 7 euro. En ik heb een militaire versie. Die is veel zwaarder. Een prima ding. Dus meenemen. Je kunt er uiteraard ook onder slapen. Dan ben je toch wel erg blij als je alleen maar die slaapzak zou hebben. Dat er een poncho overheen kan. Dan een tarp. Deze is 3x4 meter. Je kunt onder slapen. Je kunt heel, een soort bug-out camp maken. Vergeet de touwen niet. Vergeet er ook niet dat pennen in te doen. Om de boel vast te zetten. Dus wat mij betreft ook een essential. Ja, dan komen we uit op een zeil. Een dekzeil. En eigenlijk is dit wat mij betreft het alternatief. Voor de altijd geprezen vuilniszak. Nou weegt een vuilniszak heel weinig en is inderdaad een verschrikkelijk handig ding. Die heb ik ook bij me. Ik bedoel, waarom ook niet, hè, voor die paar gram. Maar dit kan toch wel wat meer hebben. En gaat er gewoon mee. Ook een essential. Je telefoon en een solar bank. Ook al veel over gesproken. Telefoon kun je ook, als er gewoon geen dekking meer zou zijn, prima mee werken. Een heleboel standalone apps. Navigatie, tips, notities, noem maar op. En een solarbank, spreekt voor zich, dan heb je tenminste altijd stroom. Vergeet natuurlijk ook je lader niet. Dan essentieel een matje.
Dit isomatje weegt helemaal niks. Het ligt uiteraard niet geweldig. Je zou, als je in een bosgebied leeft, daar dennentakken onder kunnen leggen. Sparretakken, dat isoleert uitstekend en ligt ook goed. Of natuurlijk hoog gras. Maar dit is toch wel erg handig. In combinatie met de slaapzak en het zeil. Ja, dan komen we op watervoorraad. Een fles in combinatie met een dop. Daar kan dus de waterfilter op. Die waterfilter kun je direct uitdrinken op de fles. Wil je dat water natuurlijk dan ook nog virusvrij hebben, zul je het moeten koken. Dus je zult een beker mee moeten nemen, die tegen vuur kan. In het vuur. Want immers, anders kun je niet koken en niet drinken. Waterzuiveringstabletten, weegt niet veel. En met deze slang, in combinatie met die pomp, kun je direct uit een bron drinken. Liefst natuurlijk uit stromend water trouwens, maar dat spreekt denk ik wel voor zich. Ja, omdat ik ook niet verwacht, ondanks fire steel en dat soort zaken, daar nou gelijk een vuur mee te kunnen maken, vind ik het gewoon handig. Zeker als dat gaat om een bug-out bag voor 2-3 dagen, dat ik gewoon een brander bij me heb. En die weegt toch niks. En ideaal, en dan weet ik tenminste zeker dat ik warm eten heb. En dat is dus dan een spiritus brandertje met een klein flesje spiritus erbij. En hier kan ik eigenlijk alles mee. Last but not least, natuurlijk de fire steel. Het vuur moet er kunnen maken. Je kunt daar ook natuurlijk deze lucifers voor meenemen. Waterproef in een container. Waarom niet allebei? Het verschil is niet zo heel relevant. Spreek voor zich. Koop ook een goede. Ga lang mee. Nou oké, dit waren de 15 essentiële dingen. Maar jullie zagen natuurlijk wel, er zit meer in die tas. Nou, wou je alleen de 15 essentiële dingen zien? Dan mag je nu stoppen met kijken, als je dat zou willen. Zou natuurlijk zonde zijn. Dus ik leg even toe wat er dan nog meer bij mij bij zit. Nou, handschoenen bijvoorbeeld. Waterdicht, winddicht. Ontzettend lastig als je hele koude handen hebt en het wordt maar niet warmer. En dan is het toch wel een heel gevecht hoor. Oké, dit tasje zit er ook in. Een soort verrassingstasje. Daarin zit eigenlijk wat ik noem de accessoires. Daar zit handgel in. Daar zit heel handig een hot en cold pack in. Nou, de magnetron, de vriezer. Daar heb je buiten niet zoveel aan. Maar hij is standaard nog vrij koel. En je kunt natuurlijk wel, als je hem iets verwarmt met water, in plaats van die magnetron, dan wordt het echt een heatpack. Dat is toch handig. Er zit ook in een waterdichte container te bestellen op AliExpress van een waanzinnige mooie aluminium kwaliteit. Mini toiletpapier. Erg handig. Dit weegt echt helemaal niets. Je doet er een paar druppels water op. Krijg je een heel sterk doekje van pak een beet 15 bij 20 centimeter. En je zult maar voor number 2 het bos in moeten en geen toiletpapier hebben. Toch lastig. Er zit nog een los setje in. En dat is deze. In dat setje daar heb ik van alles zitten. Daar zit koper buis met duct tape. Veiligheidsspelden. Secondenlijm. Kaarsjes. En even kijken. Rood potlood. Kurk. Elastiek. Wasco krijt. Extra karabiner. En krijtjes. Dan, wat jullie ook niet zagen, is dan de multitool. Die heb ik niet als essentieel genoemd, omdat ik een mes dan toch als geheel praktischer vind. Er zijn de meningen over verdeeld, zoals met alles. De hoofdlamp, die is natuurlijk super belangrijk. En de zaklamp, ik had ze ook in principe op de lijst kunnen zetten. Maar dat ik al telefoon al noemde, daar zit ook een lamp in. Is dat toch nog een redelijk alternatief. Maar liever nummer 16, verlichting. En deze ging ook nog mee, die zat aan de zijkant van mijn rugzak. Omdat dit tevens een wapen is met die scherpe randen. In eerdere review is over gezegd, ik vind verlichting dus wel belangrijk, maar gezien het feit dat ik de telefoon prefereer en ik een top 15 moest maken, zaten ze daar niet bij. Ook een heel klein handdoekje zagen jullie nog niet. Het zit wel in mijn tas dus. Dan zit erin een mondkap. Voor als er iets rampzaligs gebeurt, heb je in ieder geval stof en rotzooi niet gelijk in je longen. Wat ook niet te zien was, omdat het in het zijvakje zat, is thee. Vind ik toch wel lekker als ik wat kan drinken. Met directe spoed weg betekent altijd een klein flesje in ieder geval mee. Dan hebben we die vast bij. Natuurlijk een tasje waar alles in zit. Van ideepapieren, rijbewijs tot geld. Cash geld, vergeet dat niet. Bij een grote
collapse, zoals ze dat noemen, kun je misschien helemaal niet meer pinnen. Dat is toch wel handig. En er zitten ook informatiekaartjes in over mijn eigen stad, omgeving. Denk aan allerlei adressen, telefoonnummers die je misschien toch nodig kan hebben. Inclusief een notitieboekje. Ja, dan zijn we weer aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En jullie kunnen natuurlijk reageren op de commentsectie. Liken als je het leuk vond. Delen, graag volgen. Dankjewel en tot de volgende keer. Doei!